Wij zijn hier eigenlijk met een hele groep jonge mensen aangeworven, begin jaren 90. En toen was het vrij lang geleden dat men nog mensen geworven had, want er was toen ook in kader van besparingen een wervingstop. Dus er was ineens heel veel vers bloed dat binnenkwam in de organisatie. De organisatie was ook een organisatie in verandering, die was zich ongelooflijk aan het moderniseren. En wij dan met die groep jonge mensen, wij zijn gewoon op dat elan mee kunnen stromen. Wij kregen ongelooflijk veel kansen om aan die modernisering van die organisatie mee te werken. En ja, dat was een logische stap. Op een bepaald moment waren er denk ik 6 vacatures voor afdelingshoofd. En dat was zo de logica zelf, dat we zouden meedoen aan dat assessment. En ik zie hoe dat liep. Daar zat geen dwang of geen stress onder. Ik was toen 7 jaar in dienst. Dus gewoon een keer meedoen en proberen. Hè. En dat lukt dan. Ja. De stafvergadering volgend jaar. Ja, die van januari. Dus die van 12 januari heb ik verzet naar de 13e. Omdat er DMC is ingeboekt in de namiddag. Ja. En dan de 26e, die kan dus ik geloof heel erg in nadenken over organisatie. Zoeken naar manieren om het werk voor iedereen werkbaar te maken. Want het heeft natuurlijk geen zin van al uw werk op uw medewerkers te droppen. Want dan gaan die misschien ook overbelast geraken. Dus ik vind echt dat we permanent moeten zoeken naar organisatievormen die het werk voor iedereen leefbaar maken. Waardoor de mensen ook het werk graag doen. Goed. Het idee van Patrick. Ja. Dus als ik hem goed begrepen heb, wil hij tot een soort koppeling komen van maatregelen. Zou dan eigenlijk een maatregel moeten zitten? Waar ik in de beginjaren het meest van wakker lag, dat waren de mensen. Hè, van, ik zo dacht, oei, nu moet ik dat gaan vertellen aan die. En hoe ga ik dat aanpakken? En hoe ga ik dat zeggen? En hoe gaat die reageren? En, ja, dat... Dat moest ik echt zo altijd voorbereiden in mijn hoofd, hè, want anders ging dat mislopen. Maar dat is waarschijnlijk ook iets wat je met de jaren leert, want ik lig daar nu veel minder wakker van. Niet dat ik ondertussen veel harder geworden ben of zo, ik denk het niet, maar waarschijnlijk leert je daarmee omgaan. In 2006 is er dan een reorganisatie gekomen. Ben ik verantwoordelijk geworden voor secundair onderwijs, basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs. Dus er zijn dan een aantal mensen van andere afdelingen bij onze afdeling bijgekomen. En toen hebben we het concept van de trio's uitgedacht. Dus op één dossier zitten altijd 3 mensen. Daar is 1 trekker bij, maar de andere 2 volgen dat dossier ook op. Dat zijn geen vaste trio's, dus je kan als medewerker in trio A zitten voor dossier X en in trio B voor dossier Y. Op die manier hebben de mensen onder elkaar ten klankbord om dossiers te bespreken, problemen te bespreken. Zij kunnen ook linken leggen naar andere dossiers, vermits dat ze ook bij andere dossiers betrokken zijn. En zij komen eigenlijk pas bij mij als er problemen zijn of als iets moet gefinaliseerd worden, als er knelpunten zijn. Dus ik denk dat ik op die manier verschillende doelen bereikt heb. Ik ontlast mezelf een beetje. De mensen kunnen onder elkaar samenwerken aan iets, wat ik heel belangrijk vind. Ze hebben een klankbord bij elkaar, ze kunnen bij elkaar te raden gaan. Het risico verkleint bij uitval van mensen. Er is altijd backup. En ik moet zeggen dat dat werkt. Ik pak zelden dingen in mijn eentje aan. Overleggen, samenwerken. Hey. Is mijn collega afdelingshoofd gaan praten. Dat is ook heel belangrijk. Ook voor elkaar de deur altijd open laten staan. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Dat was in 2007, denk ik. We hadden toen net een hele moeilijke cao afgesloten. Dat was met Frank van den Broeke, was toen minister. Het was een heel zware periode geweest en vlak daarna begonnen onderhandelingen over de hervorming van het volwassenenonderwijs. En ik werd op een morgen wakker en ik lag te draaien in mijn bed.
En ik heb een dokter moeten laten komen en die zei, ja, dat is een typisch verschijnsel van uitputtingsverschijnsel. Ik ga je een week ziekteverlof voorschrijven, maar ja, ik kan dat niet oplossen. Je moet je manier van leven veranderen. Dan begint je na te denken, hè, en dan begint je te kijken, hoe kan ik dat veranderen? Hoe kan ik bijsturen? Hoe kan ik mij anders organiseren? En... Maar dat is natuurlijk zoiets... Ja, dat gebeurt niet van vandaag op morgen, hè, uitputtingsverschijnselen krijgen. Dat is iets dat zich langzaam opstapelt. En op een bepaald moment is het erover en kom je dat tegen, hè. Dus ik ben daar sinds dan wel heel veel op beginnen letten, van rustmomenten in te bouwen, van geen werk mee naar huis te nemen, van in vakanties niet naar mails te kijken enzovoort. Het voor jezelf grenzen leggen, hè. Ik zeg al, ik vind ambtenaren een verschrikkelijk woord en ik vind het Engelse woord heel mooi, civil servant, dat zegt echt wat is. Een afdelingshoofd moet tussen de mensen staan. En daarmee bedoel ik, als afdelingshoofd sta je tussen je leiding en tussen de mensen van je afdeling. En je moet, ja, die twee kunnen verzoenen in één persoon. En dat is heel belangrijk. Dat wil dus zeggen dat je de eisen en de wensen van je leiding op een goede manier moet kunnen vertalen naar je medewerkers, maar ook dat je de noden van je medewerkers moet kunnen vertalen naar je eigen leiding. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste competentie is voor een afdelingshoofd. Ik vind sporten belangrijk en sporten wil ik vooral in open lucht doen. Omdat als je bijvoorbeeld gaat lopen, ja, dan dat vraagt uiteraard een fysische inspanning. Maar als je gelopen hebt, dan, ja, dan ben je een herboren mens. Alles is uit je hoofd weg, alles is van je afgevallen. Ja, je bent opnieuw fris. Dat vind ik heel, heel plezant en ook heel nodig.